Als je doet wat je deed, krijg je wat je had. En dat is eigenlijk een hele mooie opmaat voor het thema van dit jaar, en dat is ondernemen. En daarvoor hebben we met z'n allen de afgelopen jaren een fantastisch fundament neergezet. En dat fundament dat gaan we doorbouwen met elkaar, met innovatie, met inspiratie. En dat gun ik iedereen dit jaar van harte toe. Mijn naam is Patrick van der Broek, ik ben 51 jaar, getrouwd. Twee kinderen, Rowan en Lynn. Ik ben geboren en getogen in Kerkrade, maar ondertussen in Noord-Limburg wonen in Venray, in een prachtig kerkdorpje Oerlo. Dus ik voel me van top tot teen Limburger. Als klein kereltje ging ik heel graag naar de botanische tuin in de gemeente Kerkrade. Die lag bij ons in de straat. En daar is eigenlijk voor mij echt de liefde en de betrokkenheid voor natuur ontstaan. Mijn opleiding is eigenlijk echt begonnen op de middelbare tuinbouwschool, toen nog in Venlo. Ben daarna doorgegaan naar Velp, heb daar cultuurtechniek gestudeerd. En dan heb je ook al veel linken natuurlijk met water. En ben daarna fysische geografie gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht. En dan maak ik een hele grote sprong toen ik gedeputeerde mocht worden in Limburg. Was mijn eerste klus, zorgen voor waterveiligheid in Limburg. Dus in die zin is zeg maar de bodem en het water en alles wat ermee te maken heeft, loopt eigenlijk al als een soort blauwe ader door mijn opleidingscarrière heen. En daarom dat het ook leuk is om nou en opleiding en bestuurlijke ervaring te combineren als dijkgraaf. Ik voel me enorm op mijn plek als ik als bestuurder mag functioneren en dat ik wat voor mensen kan betekenen. Voor een samenleving, voor boeren, voor bedrijven. En daar haal ik ook mijn persoonlijke drijfveer en ook mijn persoonlijke energie vandaan om het werk te doen wat ik doe. Ik ben er trots op zoals het waterschapsbedrijf Verdigo bedacht heeft. Een prachtig concept waar modulair gewerkt wordt. Modulair naar de aard van de verontreiniging, naar de aard van de omvang en ook naar de aard van het materiaalgebruik. En ik vind het een hele aansprekende innovatie waar ik trots op ben en waar deze tijd ook om vraagt. De slogan van het waterschapsbedrijf Limburg is: water, we halen er samen alles uit. En wil je er alles uithalen, dan moet je er ook eigenlijk veel in stoppen. Om ook inspiratie, kennis en kunde en innovatie van buiten het waterschapsbedrijf op te halen en dat ook naar het waterschapsbedrijf te brengen. En tegelijkertijd ook, en daar staat ook dat samen voor, de kennis en kunde en innovatie die wij hebben, te delen met onze partners in het veld en met anderen. Ik vind het mooi om nieuwe dingen te creëren. Ik nodig iedereen uit om lachend fouten te maken, maar dan wel ook vanuit het besef dat je van fouten kunt leren en dat je daardoor kunt innoveren. En dat is de ruimte die ik iedereen gun, zodat we elkaar inspireren door het werk wat we doen en door de goede doelen die we bereiken voor de samenleving. Dat komt eigenlijk allemaal prachtig samen in die ene functie, dijkgraaf.